Allemaal één moment. Espírito Santo. Em nome do Padre, Filho, Espírito Santo. Amém. E benedico Italia meam. Amém. Italia campeonum. Amém. Nous simul que fortum. Amém. E nu fregamos tutum. Italia campeonum. Michel Platini noemde het elftal een symfonie. Volgens Harry Vermeegen slaat Italië hier de juiste toon aan. En ik zeg dat Giannini de nieuwe Antonioni is. Donadoni de nieuwe Conti. En Baresi beter dan Scirea. Mooier voetbal hebben we de laatste jaren niet gezien. PS. En de Italiaanse mandekkers weten als geen ander wat Leo Been bedoelt wanneer hij het heeft over het uitdelen van een cookie. Frank, wij zijn nogal onder de indruk van de Italianen. Jij ook? Ja, ja. Ik moet zeggen, die spelen fantastisch voetbal. En heel erg aanvallend. En fysiek ook verschrikkelijk sterk. Ik denk dat ze de beste achterhoede hebben van het toernooi. Ja. Maar daarbij ook veel creativiteit. En dat brengen ze tot ten uitvoer. Heel goed. Ze zijn heel atletisch, hè, die jongens, hè? Ja, maar ja, dat weet je van Italië, die zuidelijke landen. Ze hebben een mooie stijl van voetballen. Ze zijn allemaal echt technisch. Komt een beetje bij jouw stijl in de richting, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik ben nou niet zo geweldig atletisch. Hallo? Nee, ik ben meer wat sterk, maar echt lenig ben ik nou ook weer niet. Je bent toch geen Nederlandse houten hark, hè? Nee, qua uiterlijk zeker niet. Nee. Nee, maar ook niet qua bewegingen. Nou, misschien niet. Nee? Bescheiden weer, hè? Ja, nou, bescheiden. Het is gewoon echt zo dat als ik zeg dat ik niet zo lenig ben, dan ben ik niet zo lenig. Want ik haal de grond niet zo makkelijk met gestrekte benen. Ja, ik durf het niet te vragen eigenlijk ja, om het te doen. Dat, nou, ja, dit is wel na een training. Oh, oké. Okay. Ja, willen we even doen, ja. Kijk, ik kom nu toch een handje tekort. Ja? Ja. Of handje tekort? Ja, of ik heb te lange benen of te korte armen, ik weet het niet. Maar in het veld heb ik er geen last van. Ze zien er wel goed uit, hè, die Italianen. Ja, dat hebben ze al het voordeel op eigenlijk op alle andere ploegen. Dus, het is een knappe ploeg. Maar ze spelen gewoon heel leuk. Dat vergeleken bij Nederland is het een hele knappe ploeg, ja. Ja, vergeleken met een paar van onze jongens wel, ja. Ja, hè? Maar ik noem geen namen. Nou, ik denk niet dat Wouters in Italië mag spelen, of wel? Ja, misschien... Nee, hè? Ja, Wouters niet in het Italiaanse team. Nee. Nee, hij zou er niet in thuis voor. Nee. Nou, er is er nog wel één te bedenken, hoor. Ja, Hans van Breukelen. Ja, hè? Maar ja, dat is een... In vergelijking met veel Italiaanse keepers komt hij er wel goed af. Qua spel, hè? Ja. Maar qua uiterlijk wordt het natuurlijk een moeilijke zaak.